Telt sinds dit jaar 1,5 miljoen motorrijders, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar slechts 20% van die rijbewijshouders is vrouw. Een club van motorvrouwen vindt dat dat er meer moeten worden. Hun presentatie hebben ze prima op orde, die motormeiden. Ze maken slechts een vijfde deel uit van de grote groep motorrijders in Nederland, maar hebben wel hun eigen stand op de motorbeurs in Utrecht. Waar dan weer vooral mannen lopen. Om me heen zie ik ontzettend veel vrouwen die motorrijden. Maar dat aantal moet natuurlijk nog veel meer omhoog gaan. Ik denk dat vrouwen het misschien toch een beetje wat spannender vinden. Waar zijn die vrouwen? Die zijn er wel, maar minimaal. De meeste vrouwen durven niet of zitten liever achterop. Misschien dat het toch nog een soort drempel is, dat het toch nog spannend is onder de vrouwen. Ja, misschien net een beetje als de autowereld ook, hè. Dat is toch een beetje verbrandingsmotoren, een beetje mannending of zo, hè? dat meespeelt. Maar je ziet wel, ik heb wel het idee dat je wel steeds meer vrouwen ziet. En dat is dan ook precies wat de motormeiden willen. Meer vrouwen op zo'n stoere bike. Waarom is dat? Omdat het gewoon ontzettend leuk is. Onder elkaar heb je ook een saamhorigheidsgevoel. Dus het maakt niet uit wat je in het dagelijks leven doet, wat je bent. Toch lijken veel vrouwen vooral te wachten met het halen van hun motorrijbewijs. Ja, ik was getrouwd. Een man eruit, motor erin. En ik wilde eigenlijk al vanaf mijn 18e. En toen dacht ik, nu is het de tijd. Nu gaan we het doen. Hoe lang heb je dan mee gewacht? Uiteindelijk 10 jaar. Want de mensen om mij heen waren heel erg bang. En nu zeiden we al van, wat jullie doen is gevaarlijk. Maar ik wilde het eigenlijk altijd dan. Ik vond het gewoon gaaf. Een vrouw op de motor. Ja, kick. Vrijheid. Alle CBS-cijfers over motorrijders staan op onze site. Uit het overzicht blijkt bijvoorbeeld dat er opmerkelijk veel zijn in het dorp Dalfsen in Overijssel. En ook de gegevens van uw gemeente staan op onze site en in de app.